Hallo, ik ben Ranja en ik ben Belma. En wij gaan vandaag mensen interviewen met onze stelling. Onze stelling is: rijreizigers moeten hun eigen troep opruimen. Vragen? Reist u wel eens met de trein? Nee, niet zo vaak. Maar zou u wel vinden dat dat moet kunnen? Ja. Oké. Okay. Ja, dat vind ik zeker, absoluut. Ja, zeker. Treinreizigers moeten hun eigen troep opruimen. Vindt u dat kunnen? Zal ik je wat vertellen? Ik ben machinist geweest bij de spoorwegen, dus op de trein. Maar het moet schoon zijn. Vindt u het kunnen? Dat moet, ja, dat kan. Vindt u ook zo stom dat treinreizigers hun eigen troep niet opruimen? Ja, dat vind ik heel stom. Ja? Ja. Waarom vindt u het stom? Nou, omdat je je eigen rommel mee naar huis moet nemen of in de vuilnisbak moet gooien. Ja. Niet laten liggen voor andere mensen. Voor, absoluut. Oké. Okay. Als je troep maakt, moet je het ook opruimen. Rest u ook eens met de trein? Ja. Ja, vind ik ook. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja? Gaan jullie ook met de trein? Nee. Ik ook niet, dus ik hoef het niet te doen. Ja, dat vind ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat vind ik heel logisch dat moet. Dus mee eens. Absoluut. Een hele grote boete. En waarom vindt u dat? Omdat ik het niet fijn vind om in de troep te zitten van een ander. Ja, dit is het einde. Dankjewel. En wij waren ook voor. Doei.